Voor wat 2020 betreft worden er geen zwemevenementen meer gehouden. Dit is ook afgesproken in belang van bescherming van de sporters en samenleving tegen COVID-19. De voorzitter van de Zwembond, Michael Klein, zegt dat er nu wordt gewerkt aan de planning van het komend jaar. Er wordt momenteel gewerkt aan een planning voor 2020-2021. Dit jaar heeft volgens de Zwembond veel obstakels gekend. Eerst werd een van de grote zwemevenementen door het baggerproject on hold gezet. En nu met COVID-19 zijn ook de overige zwemactiviteiten stopgezet. We hebben tot nu toe niet direct een besluit kunnen nemen over de voortzetting van het seizoen 2019-2020. Maar waar we op focussen is het nieuwe seizoen 2020-2021. Bepaalde verenigingen... We hebben nog een, het is koffiedik kijken, vanwege de toename van de COVID-situatie. Dan zijn we geen vrienden in Jeruzalem, maar we merken het allemaal dat er een toenemende trend is in de besmettingen, waarbij er voorzichtigheid geboden is. Ja? Dus de verenigingen zijn nog niet direct begonnen met training, waardoor we nog niet weten met zekerheid als we dit jaar nog iets doen. De verschillende zwemverenigingen hebben nog geen definitief besluit genomen over onder andere de trainingen van de zwemsporters. Door COVID-19 moeten er maatregelen worden getroffen dat ondanks de situatie de zwemmers toch op een veilige manier kunnen trainen. Voor nu wordt er gekeken naar andere alternatieven voor deze doelgroep. Wat wij proberen te doen is dat we kijken naar hoe wat de internationale organisatie ons kan aanbieden aan mogelijkheden om dus virtuele evenementen te organiseren. Ik heb onze nationale coach, meneer Yastariani, gevraagd om het voor ons uit te werken, waardoor we op distance, op afstand, toch wel een mogelijkheid hebben om te competen. Ja, verder proberen we van de gelegenheid gebruik te maken om een nieuwe discipline waarmee we gestart zijn. En dat is artistiek swimming. Om die dus ook apart in de baden met koppels van twee te initiëren. Het is nu een kwestie van afwachten volgens de Surinaamse Zwembond. Daarnaast kijkt de bond ook naar standpunten van de internationale zwemorganisaties als het gaat om de nieuwe trainingsstrategieën. De zwemsport is heel gevoelig. En is dat wij toch wel willen proberen om met de sterkere groepen, dus de iets oudere zwemmers, die fysiek wel kunnen aangaan met een sneller herstel. Want je weet, als je traint, neemt je weerstand af. Je weerstand gaat afnemen. Dus je probeert te kijken straks naar zwemmers met een goede weerstand, die de trainingen kunnen volgen. Ja, minder weerstand neemt af. Ja. En dat we toch met deze zwemmers, los van de nieuwkomers, dat is de heel kleinste van 6 jaar en die heel fragiel zijn, willen we nog niet aan denken, maar het voorstel is om die wat oudere zwemmers in beweging te brengen.